Goedemorgen, dit is het Weerplaza Weerjournaal van vrijdag 4 oktober. Alle bewolking die we momenteel boven ons land zien op de satellietfoto zijn restanten van Orkaan Lorenzo. Die trekken vandaag over het land en dat gaat ook gepaard met regen, maar van extreme wind zal er zeker geen sprake zijn. Temperaturen vanochtend op veel plaatsen rond een graad of 10. En vanmiddag komt er op de meeste plaatsen in het zuiden nog wat bij. Daar wordt het een graad of 15 in het noorden van het land. In de regen en onder de bewolking blijft het kwik rond 10 graden hangen. In het zuiden wordt de neerslag meer buiig van karakter en mogelijk dat ook eventjes de zon doorbreekt. Vanavond wordt het dan op de meeste plaatsen droog en klaart het vanuit het noordwesten ook op steeds meer plaatsen op. De temperatuur ligt dan rond een graad of acht in het noorden en op de koudste plaatsen koelt het vanaf, vanaf af naar 2 graden. Morgen is het op veel plaatsen vrij zonnig en zo goed als droog, mogelijk in de vroege ochtend in het zuidoosten een spatregen en later in de middag op de Wadden een enkel buitje. Zondag dan neemt in de loop van de dag de bewolking weer toe, met met name in het zuiden later op de dag enige tijd regen, temperaturen dan rond een graad of 12. Na het weekend blijft het licht wisselvallig weer, maar gaat de temperatuur wel steeds weer een stukje omhoog. Ik ben Wilfred Janssen en ik wens u nog een fijne dag.